Goedendag, we zijn hier bij Tyco. Mijn naam is Hugo Engels. We gaan vandaag de Tyco Fried Chicken maken. Dat is een gerechtje wat we eigenlijk hebben ontworpen voor de bar. Ons bar is sinds kort Tyco Bar. En daarvoor wouden we een soort van comfort food-achtig ding aan onze gerechten toevoegen. We hebben daar heel goed over nagedacht, gekeken van wat we daarmee willen doen. En ik denk dat we een mooie, leuke variant hebben gecreëerd. We hebben kip. Ik heb gewoon kippendij met een vel. En met een bordje erin. Het enige wat we hoeven te doen is even die bordje eruit te snijden. Dus het kan verder geen probleem zijn. Alleen elk ander stuk kip zou op zich ook toe te passen zijn. Het is alleen wel omdat het in een bedder zit goed om het zonder bot te doen. Omdat anders mensen natuurlijk verrast kunnen raken door het bot. Onze Tyco Fried Chicken is in een beslag. Maar wat we eerst gaan doen is hem garen. Dat doen we in combinatie met hem te marineren. We hebben een marinade. Deze marinade is een beetje sweet soy, sesamolie zit erin. Chinese rijsten zijn Chinese wijn. Dit gaat eigenlijk zeg maar de kick geven. We hebben die kip. Die doen we nog niet snijden, nou, helemaal niet. En die doen we gewoon met een gedeelte van de marinade in een vacuümzak. Ja, dit vacuümeren we. En dan garen we hem op 58 graden 2 uur. En dan is hij maar niet helemaal gaar. Wel helemaal zacht, helemaal mooi en tegelijkertijd heeft hij al die smaak opgenomen. Dit is dan het resultaat. Dus je kunt zien dat de saus zit er helemaal doorheen. Als je zo'n heel groot stuk gaat frituren in die batter, dan heb je een flinke hap. Alleen voor ons voor de bar willen we een beetje fingerfood hebben. Dus maken we het iets kleiner. Kunnen we dat gewoon snijden. We hebben die huid aangehouden, die is nou ook mooi mals geworden. Dus er is geen reden om die niet te gebruiken. Maar als je misschien minder vet zou willen, zou je die gewoon weg kunnen laten. Kijk, laten we even 7 stukjes pakken. Een klein stukje erbij. Zo. Dat is onze kip. Dan komen we bij, heel belangrijk, het beslag. Daar hebben we best wel een tijdje over gedaan om het juiste beslag te creëren. Wat lang genoeg voor ons in de keuken te gebruiken is. Dat het niet in het begin heel goed is en daarna minder. Dat het stabiel is, maar dat het wel werkt en een crispy buitenkant geeft die luchtig is. En mooi om de kip blijft zitten. Dit is gewoon een bloem. Dit is glutenloze rijstbloem. Die geeft vrij veel taaiheid en zorgt dat het beslag mooi tot een geheel blijft. Dan hebben we bakpoeder. Dat geeft een soort bruisende werking. Dit is aardappelzetmeel. Chinese aardappelzetmeel. En we hebben speciale bloem voor tempura. Die wat meer crispiness geeft. Dat kun je gewoon allemaal bij elkaar gooien. Je zou het kunnen zeven. Sommige mensen zijn daar heel fanatiek in. Blijf een beetje plakken. En dan voegen we bruisend water toe. Je kunt ook plat water gebruiken of kraanwater gebruiken. En bruisend geeft nog net meer crispiheid. We maken een mooi dun beslag ervan. Ook niet te lang roeren. Gewoon als alles gemengd is, is het klaar. Dan is het heel belangrijk bij dit beslag dat we hem eerst minstens een uur laten rusten. Na het rusten houden we dit over. Het is heel belangrijk dat die rust, anders als je deze nou gebruikt, dan zal die niet mooi om de kip heen vormen, maar dan valt hij er eigenlijk in grote lijn een beetje vanaf. Je kunt hier ook nog smaak aan toevoegen als je zou willen. Je kunt er zout aan toevoegen, peper of andere dingen die je er graag in zou hebben. Maar dit is het neutrale beslag. We hebben frituur, 170, 175 graden. Pak al die stukjes kip, die halen we door bloem heen. Dit is een combinatie van bloem en rijstmeel. Zodat dadelijk die beslag er mooi aan vast blijft lakken. Zo, dan halen we ze door het beslag. Dan doen we ze één voor één in de frituur. Het is makkelijker als ik het met de hand doe. Dus met zo'n trendy pincet. Zo. Oké, dan zitten ze erin. Oké, dan gaan we ze uithalen. Zeer mooi goudgruin gebakken. Dat een beetje kan uitlekken. En als je hoort, is het echt mooi crispy. En het is vrij licht en dun open beslag. Oké, dan gaan we de kip afmaken. Zoals wij hem in de bar serveren.
leggen al deze stukjes kip op een vetvrij papiertje. Dan doen we de speels sojagel overheen. En tamarinde. Een beetje five spice powder. Zwarte sesam. Crispy fried garlic. En gesneden bosui. Je kunt hier natuurlijk eindeloos mee variëren. Je kunt het wat meer spicy maken met nog wat pepers aan toe te voegen. Ja, of een ander kokantje. Oké, hier zie je dan onze Taiko Fried Chicken. Heb je nog meer trek? Er staan op FoodTube meer dan 1000 video's voor je klaar. Abonneer je op ons YouTube kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.